Accuraat, maakt niet uit wie er is, en iedereen, als je daar kadaka en een beetje omhoog slaat, bij het dan wel gevoelig aan, die krijg je reactie dat hij zo komt. En dan zie je van alles, van zo. Nee, het is echt dat de voorraad hier naartoe komt. En dan krijg je een reactie. Ja? Maar het is belangrijk dat we weten, waar moeten we hier staan? Hier moeten we staan, om dat te doen. En van hier kunnen we dan van alles doen. Als we hier staan bijvoorbeeld. En nu. Boom. Ha, dat is te laat, hè. Dan mag je. Je hebt geen tijd, hè. Mag geen tijd duren. In gevecht heb je geen tijd, anders ben je niet aan het vechten. Boom. En van hier kunnen we dan niet naar. Niet te hard. Als we de hard doen, de volgende keer kunnen we dan niet op de hoek vechten. Kijk, op pasje. Us. Ja? Wacht hier. De stoot komt wel. Van hier, draai. En controle. Ja, van hier kunnen we nog van alles doen, maar dat is voor later. Hoe doen we dat? Eigenlijk is het vrij simpel. Als we dit doen, en dit is hard. Dit is hard genoeg, maar dan naar beneden. Nou, hou dan bij u. Altijd controle hier. Duwen. Met de knie. Draaien. En terug. Nog niet dit, hè. Dan is het weer. Hop. Die knie, hè. We gaan er rond. We gaan er rond. En we draaien. Dan van hier. Vingertjes. Dat gaan we niet meer doen. Okay. We gaan niet harder slaan. Maar kan je weet wat. Oké, let's go. Beetje op het grab point, vrijden, ofwel doen we hem hierover. En dan gaan we hem hier blokkeren. Maar waarom? Omdat we op vrije handen staan. We kunnen alles niet telefoneren. Kijk, en hier een beetje dichtbij. En we kunnen hier hals een dag staan. Handboeien voor iemand, politie. Whatever, van hier kunnen we dan terug naar boven brengen. We zijn er mee weg. De combi binnen. Bijvoorbeeld. Maar er is een reden. Waarom is die reden? Omdat we willen klaarstaan om te kunnen van alles doen zonder dat we gebonden zijn aan. Zonder dat we gebonden zijn aan van hier te moeten van alles vriemelen om iets te kunnen doen. Nee, we gaan door. Kom, en we blokkeren. Hallo. Pizza voor mij. Oké? Let's go! Te werken is dat gevaarlijk, bro. Ik kan schoppen, ik kan van alles doen. Het is niet veilig. Dus wat doen we? We trekken hem op zijn zij. Goed. Slagsk in de nek. En van hier werken. Dus als je dat echt doet, is de kans groot dat het, eens dat je hier bent, boom, dat er niet veel bewegingen meer in zitten. Dan weer makkelijk hem kunnen draaien. Hè? En dan van hier, als je iemand klampt, moet je eraan denken om je spanning aan te houden en te lossen. Aan te houden en te lossen. Waarom? Als je dat niet doet en je blijft spanning houden bij een klem, na een verloop van tijd komen je hersenen daaraan gewoon en die kunnen die klem weerstaan. Als je dat niet doet, als je lost en klem, los en klem. Die wat gebeurt er, zijn hersenen krijgen niet de tijd om eraan te wennen. En dan kun je je klem blijven behouden. Je kunt nooit iemand 5 minuten die klem aanhouden zonder dat te bewegen. Dat gaat niet, want na verloop van tijd gaat hij tegensturen. Daardoor doe je aan, maar we spelen een beetje mee. Dus als hij stoot,
van hier reed dat zijn rug. Kijk eens, boom. En vandaar gaan we vastleggen. Wat we dan willen doen hier.